beste luisteraars. Wij gaan overschakelen naar Paramaribo. Ludwig is niet in Nijmegen. Dus wij moeten naar Paramaribo. Alwaar wij ontmoeten de heren Samson en natuurlijk Ludwig van Willier. Heren, een goede nacht, goedenavond. Goedendag, Iwan en alle luisteraars van Radio Tamara. Odi, odi, vanuit Sweet Paramaribo. Ik ben in de middag om precies kwart over één geland op onze luchthaven, onze Japi. Luchthaven JAP, Johan Adolf Pengel Luchthaven. En ik moet zeggen, het was een prima vlucht van de KLM. Maar ik doe even verslag van wat ik heb ervaren. Dan weet u ook hoe het ermee staat met onze luchtvaart. Het is net zoals andere onderdelen in ons land een Jan Boel. Want we worden bij ons nekvel geknepen door de KLM. Onze luchtvaart bestaat eigenlijk niet. De SLM houdt die bevolking bezig met allerlei sprookjes. Weet u dat de SLM passagiers 2 dagen heeft is vertraagd geweest? En passagiers heeft gedupeerd 2 dagen. En dan geven ze die mensen €15. Ze geven die mensen een fooi voor het geleden ongerief. Nou, ik moet u zeggen, we gaan heel slordig om met onze burgers. Maar ik moet het programma samen doen met Guillermo. Want hij zit naast me hier op tegenover me. En dus hou ik het even hierbij om Guillermo de kans te geven u ook te groeten. Dus want ik heet geen Van de Leuf. Zullen we het een beetje... Ja. Zullen we het een beetje goed houden. Hey, welkom. Ja. Welkom ook aan de luisteraars op deze avond. Het is nacht in Nederland. Ja. Normaal is het vanuit Nijmegen, Ludwig, die het odi doet. Maar je ziet hoe snel de techniek namelijk gaat. Gisteravond had ik hem nog aan de andere kant voor deze trok. En vanavond zit hij hier in Paramaribo. Samen met mij en we gaan samen het programma doen. Ja. We gaan het programma vooral wijden, in verband met je kantje werd gezegd, eigenlijk zo'n beetje al ingeleid over de luchtvaart, over SLM en de KLM. Ik heb me ook voorbereid wat de luchtvaart betreft. Er valt enorm veel namelijk te zeggen. Ja. En normaal is het namelijk zo, als Ludwig er niet is, dat was de bedoeling vanavond, maar hij kwam nog op tijd aan. Hij wilde landen eigenlijk 1 uur, maar hij was volgens mij pas om 4 uur in de stad. Ja, weet je waarom? We hebben een lopende band, we hebben zo'n band op Zanderij, waar je bagage kon binnenrollen zoals dat in de hele wereld het geval is. Alleen in Suriname, wanneer die bagage heeft gerold over die band, dan zeggen ze goed, dat was dan het rollen gedeelte. Dan halen ze alle bagage van die band weg. En dan zetten ze op 1 grote hoop. En dan mag je bagage daartussen gaan zoeken. Dus, en dan gaat iedereen maar naar zijn eigen dingen graaien. Dus die mensen lopen elkaar in de hoek weg. Dus blijft iedereen 2 keer zo lang met zijn bagage bezig. En dat duurt het uren voordat jij uit het gebouw bent en je bagage hebt. Dat is Suriname vandaag de dag. Ja, normaal als Ludwig er niet is en ik moet voor hem invallen, dan heet het programma meestal Guillermo voor Ludwig, familie incognito. Nou, hij hoeft niet incognito te zijn, want Ludwig zit pal tegenover mij op dit moment. Normaal, ik zal starten zoals ik start, want Ludwig is de gast bij Guillermo op deze avond. All over the world natuurlijk de mensen gegroet. Goedenavond. Goeiedag, goeiemiddag, waar je ook ter wereld mag bij. En normaal begin ik met vandaag in het verleden. Vandaag is 22 september van het jaar 2014. En we gaan het iets anders doen eigenlijk in wederom met namelijk Ludwig. 22 september 1924. Emil L.A. Wijtuin, die is in Coroni geboren. De man was van huis uit onderwijzer. Hij was politicus, statenlid, voorzitter, parlementsvoorzitter,
schreef boeken over PSV. Hij was de eerste voorzitter, namelijk van, hoe noemen ze het, de PSV, kan je zo zeggen. Nee, de eerste voorzitter, dacht ik, was Pater Weidman. Die was vakbondsleider en hij heeft ook boeken geschreven over Louis Doedel en zijn eigen politieke carrière. Ik denk dat Ludwig hem vrij goed kende, trouwens, wat weet Ludwig allemaal niet in de wetenschap. Ja, dus Ludwig zal even aandacht aan het geven. Wel, hij zal spontaan uit het hoofd even aanvullen. De encyclopedie van Guillermo wil ik aanvullen met het stuk Wijntuin. Wijntuin is dus een vertolker van de christendemocratie in Suriname. Suriname heeft dus al heel vroeg, want Pater Weidman is een belangrijke naam, die heeft niet alleen een politieke partij opgericht als pater, maar ook een vakbond. Ja, dus die heeft ook laten zien dat hij vakbond en politiek samen kan laten gaan. En Wijntuin heeft iets op zijn kerfstok, naast alle goede dingen. En dat wil ik u even vertellen. Ik heb in Suriname begeleid naar Suriname de historicus Dr. Ben Scholtens. De man is helaas vermoord door binnenlandbewoners in Suriname. En is een gruwelijke dood gestorven. Maar een andere keer zal ik u daarover meer vertellen. Maar wat heeft dit nou met Wijntuin te maken? Ben Scholtens was bezig met de studie van Anton de Kom, met de studie van de Surinaamse vakbondsleiders, de Sanders, onder andere Liepelblad. En hij wilde meer weten van Doedel. Dus, want Doedel hebben ze gewoon opgesloten nadat hij is opgekomen voor de rechten van arbeiders. Vonden ze dat hij gek was. En Ben Scholtens, een Nederlandse, een blonde man met rood haar. Hij was lang, reizige gestalte. Die wilde de archieven gaan bestuderen om wat te schrijven over Louis Doedel. En toen kwam hij erachter dat er heel veel materiaal niet op zijn plaats was. En twee Surinaamse belhamels waren met het materiaal ervan doorgegaan. En dat waren Wijntuin en Herrenberg, Henk Herrenberg, die hebben uit staatsbescherming, zullen we zeggen, de archieven geplunderd. En zijn met het materiaal van Louis Doedel, om daarmee te scoren, zijn ze naar huis gegaan. En ze hadden die dingen in thuis bewaard, dus het materiaal. En Ben, die man is een baggeraar, dus die man zei, Ludwig, wat moet ik doen? Ik zeg, je moet officieel gaan vragen. Probeer eerst de officiële weg om aan je materiaal te komen. Maar goed, het komt erop neer. Er ontspond een dispuut tussen Bert Scholtens, de historicus, die de Surinaamse arbeidersbeweging heeft bestudeerd en daarover heeft gepubliceerd. Boeken over de Kom, Doedel heeft geschreven. Een aantal van die boeken zijn bij uitgeverij Mazouza, mijn uitgeverij, uitgegeven. Zo zijn we in contact gekomen. En hij raakte in de kleeds met Wijntuin, omdat hij bleek dat Wijntuin, en gelukkig heeft Wijntuin later erover gepubliceerd. Dus wat vaak nemen ze die dingen wel mee naar huis, maar doen ze er niks mee, laten ze het over aan de kakkelakken. En ik moet u zeggen, ik ben in Suriname bezig met een boekhandel. En wat merkte ik? Dat buurjongens, die hebben gezegd, hey Luti, iedereen bezig met een boek. Jongen, Boussami, en ik zeg, waarom? En ik piepte uit mijn slaapkamerdeur naar de buren. En ik zag dat die jongens marihuana aan het roken waren en het in het boek bewaarden. En het komt erop neer dat zij vonden het een uitstekend middel, een boek, om daar in je assisi tussen de bladzijden te bewaren. Als de politie komt, dan sla je het boek dicht. En dan ben je zogenaamd aan het studeren. Dus ik geef dit als een praktisch voorbeeld van de stand van zaken in Suriname als het gaat om archieven, documentatie. En daar heb ik men geen benul van. En, ja, luisteraars, u hoort het. Het gesprek is verbroken. Dus wij moeten zo snel mogelijk weer proberen contact te krijgen met de mensen in Paramaribo.
Beste luisteraars, wij gaan proberen het contact weer te leggen met Paramaribo. En ik geef weer het woord aan Ludwig en de heer Guillermo Samson. Goed, ik pak het dan hiermee op. In elk geval, de luisteraars zullen het wel begrepen hebben, een technische storing. Maar dat is niet vreemd in Suriname hoor. Want vanaf deze regering is gekomen werk niets meer. Volksgezondheid werkt niet, onderwijs werkt niet, veiligheid werkt niet. Geen enkel instituut werkt niet. Ze hebben alle accountants die uit Nederland waren gestuurd om te helpen om eigenlijk controle instituten op te zetten op de ministeries. Heeft de president hemzelf weggestuurd, had hij niet nodig. Hele knap koppen. In elk geval niets en dan ook niets meer werkt. En vanaf hier ben vertrokken de laatste keer is het nog erger geworden. Maar goed, zoals normaal, ik was al begonnen met vandaag in het verleden. Vandaag is in Suriname nog steeds de 22e september van het jaar 2024. En precies 100 jaar geleden is geboren Emiel Wijntuin in Coronie. Hij was onderwijzer, hij was politicus, statenlid. PSV-voorzitter, parlementsvoorzitter. Hij schreef een aantal boeken, namelijk boeken over de PSV. De eerste voorzitter van de PSV was Pater Wijkman. En die man was ook vakbondsleider. En er is ook namelijk door Emiel Wijntuin een boek over hem geschreven. En ook over Louis Diedel en zijn politieke carrière. Goed, Ludwig. Ja, voor de PSV, voor de PSV hebben ze veel betekend. Dat is de katholieke politieke partij in Suriname. En dan moeten we het begrip christendemocratie laten vallen. Dat dus na de Tweede Wereldoorlog de eerste politieke organisatie uit de christendemocratische hoek kwam. En dat is te begrijpen vanuit de Nederlandse politiek. Dat er een wisselwerking is tussen de Nederlandse politiek, de naoorlogse Nederlandse politiek, en de Surinaamse politiek, die waren beide verzuild. En die verzuiling heeft Suriname overgenomen uit Nederland. En verzuiling betekent dat je politiek koppelt aan iets, aan de religie bijvoorbeeld. En dan maak je een zuil van politieke partijen die de religie gebruiken in de politiek en die de politiek gebruiken in de religie. Die koppeling, dat is de christendemocratie. In Nederland had je dus de KVP, dus de Katholieke Volkspartij, en je had de Anti-Revolutionaire Partij, en een heleboel andere C, en de ChristenUnie, en een heleboel andere partijen uit die hervormde hoek. En die hebben zich gebundeld, en ik ga in mijn programma hierop voortborduren om uit te leggen hoe Suriname dat systeem heeft overgenomen van verzuiling. Dat dus de eerste politieke partij in Suriname, dat is die van Pater Wijkman. Want we zijn via Emiel Wijntuin en Pater Wijkman beland bij dit onderwerp. Ik herinner u daaraan. En dus die politieke organisaties die na de Tweede Wereldoorlog zijn ontstaan, zijn belangenbehartigers van groepen. En men ging groepen vormen op grond van een overtuiging, op grond van een ideologie. En een van de eerste politieke organisaties in Suriname, dat is dus uit die christendemocratische hoek. Men heeft afgekeken, en Pater Wijkman was dat, ja, die heeft afgekeken. En Wijntuin is een scribent die die ontwikkelingen nauwlettend heeft gevolgd en daarover heeft geschreven. En ik heb naar aanleiding van de rubriek van Guillermo, heb ik aangehaald dat wat ik me herinner. Want ik ben hier spontaan net gearriveerd uit Nederland, ben ik aangeschoven en reageer ik spontaan op de rubriek van Guillermo. Dat wat ik me herinner van het begin van de Surinaamse politiek, is dat die christendemocratie daar een rol heeft gespeeld. Dat Pater Wijkman daar een belangrijke figuur bij is geweest. En dat Emiel Wijntuin in dat perspectief moet worden bezien, dat hij erover schreef. En ik heb aangevuld dat Wijntuin oneigenlijk gebruik heeft gemaakt
van staatsarchieven om die privé naar huis mee te nemen. En gelukkig heeft hij er wat mee gedaan. Heeft hij erover privé gepubliceerd. Maar ik wil alleen aangeven dat onze archieven dus niet beschermd zijn. En dat het vroeger een gevecht is geweest van wie met die informatie aan de haal kon gaan. En dat had Wijntuin op zijn weg van mij Herrenberg tegen. Die ook belangstelling had voor Louis Doedel. Herrenberg vanuit de politieke hoek. Wijntuin vanuit de christendemocratische hoek. En dat is wat ik aangevullen had op de rubriek, de historische rubriek, waar Guillermo ons op wijst dat als Wijntuin nog leefde, zou hij vandaag 100 jaar geworden zijn. Hè? Zo is het. Ja, dat klopt. Ja. Hij is geboren op 22 september 1924. Ja. In Suriname is het nog steeds 22 september, terwijl het in Nederland ondertussen 23 september is van het jaar 2024. 23 september van het jaar 2024, ik ga terug naar het jaar 1898, de 14-jarige Paul C. Vlue slaagde van de Hendel School. 1929, dat was ook het jaar van het begin van de luchtvaartontwikkeling van Suriname. Charles Lindbergh die landde met een Pan American Airways Clipper op de Suriname rivier. Ik was toen nog niet geboren, ik dacht jij ook niet. Het toestand dat in de keert zijn dat die mensen allemaal trekken naar de Suriname rivier. Ja, we hadden nog niet eens een plan van onze ouders. Ja, dus... we waren nog niet eens in gedachten. Ja, ja. Zo gaat de geschiedenis meestal, ja. Ja, dat klopt, ja. Maar er werd geland op de Suriname rivier en Suriname werd toen opgenomen in het geregeld luchtverkeer. Juist, we kijken dus, we blikken eigenlijk terug op het prille begin van de Surinaamse luchtvaart. Van vliegtuigen van buiten die plotseling op Surinaamse bodem landen. En dan moet je ze service kunnen verlenen. Je moet landingsbaan hebben. En zo begin je te interesseren voor de luchtvaart als land. En in Suriname is dat geschied voor de Tweede Wereldoorlog. En wat ik weet is dat er in 1938 moet het zijn dat het gericht vanuit Suriname stemmen zijn opgegaan om een eigen luchtvaart van de grond te tillen. Maar dan moet ik even gaan kijken van wie dat waren. En dan weet ik dat dan krijg je die Tweede Wereldoorlog. Dan hebben we te maken met vliegtuigen van die Duitsers. Die in oorlog zijn met de geallieerden. En de geallieerden dat zijn de samenwerkende landen. Die een einde wilden maken aan de heerschappij van Hitler. En die met elkaar samenwerkten. En die hebben dus de krachten bij elkaar gestoken. En die Duitsers waren het vers op dat moment in de techniek om vliegtuigen te maken. En die konden dus allerlei vliegtuigen typen maken die nog niet bestonden. Het was een revolutie in de luchtvaart van wat een vliegtuig allemaal kon doen. En vanuit die ontwikkeling, wil ik u vertellen, is eigenlijk... het idee van Sanderij in Suriname ontstaan omdat die Amerikanen zagen dat Suriname een bauxiet had, een aluminium producerend land is en van de aluminium maakten ze vliegtuigen. Amerika had het Surinaamse aluminium nodig om vliegtuigen te maken, om Hitler daarmee te bestrijden. Dat is Surinames bijdrage aan de Tweede Wereldoorlog, dat geschiedenis ook. En toen moest men gaan nadenken over een luchthaven waar grotere vliegtuigen op zouden kunnen landen. En die buiten het bereik vielen van de Duitse U-boten. Die voor de kust van Suriname een gevaar vormden. Ook voor Curaçao en voor de Caribische eilanden. Want die hadden een betekenis in de oliesector. En dus Nederland moest op zijn kievieven zijn, zo zegt men dat. Voor aanvallen van de Duitsers op de Surinaamse luchtvaart. En toen heeft men dit bedacht, dat men een grote luchthaven, dat hebben de Amerikanen bedacht, ze wilden een grote luchthaven in Suriname
bouwen om die bauxiet te gaan beschermen. En toen hebben ze de actieradius genomen. De actieradius is de maximale reikwijdte van een Duitse U-boot met zijn kanonnen. Nou, tot hoever kan hij maximaal schade aanrichten? Toen heeft men die afstand genomen, dat is ongeveer 40 kilometer. En men heeft met een passer vanuit de zeekust van Suriname, gekeken waar dat punt is dat buiten die 40 kilometer cirkel lag. En toen zag men dat men terecht kwam in de witte zanderijserie. Dat is dat witte zand wat je ziet. Wij noemen het in Suriname baanzand. Wat je ziet rondom Zanderij. En toen hebben die Amerikanen hebben heel gedegen studies gedaan over de bodemkwaliteit. De inmiddels overleden professor Wong is een van de beste Surinaamse aarddeskundigen die de Surinaamse aarde heeft bestudeerd, aardlagen. Maar dat is een belangrijk technisch aspect bij het aanleggen van luchthavens. Want zo'n vliegtuig met een bepaald gewicht moet dan op de bodem landen. En als het regent, mag er geen sprake zijn van erosie dat de bodem verzwakt, wegspoelt of iets dergelijks. En die Amerikanen hebben toen studie gedaan naar de waterbronnen in de Zanderijserie. En de Zanderijserie is een witte zandlaag die 40 kilometer buiten dus die Atlantische Oceaan over de hele breedte van Suriname aanwezig is, dat witte zand. En dat is merkwaardig. Ik ga één ding zeggen, aan de zijkant ga ik een opmerking plaatsen, want ik hou van kleine details in de wetenschap natrekken, dat het blijkt dat indianendorpen zijn veelal in Suriname gevestigd in gebieden waar dat witte zand is. Dus die indianen, die weten dat witte zand te bewerken voor de landbouw. Je ziet, dan verbouwen ze ananas en een aantal, en cashew geloof ik ook, zijn een aantal gewassen. Maar in Suriname is er nooit serieus studie naar gedaan hoe die indianen hebben ontdekt hoe je die witte zand nog goed kan gebruiken voor de landbouw. Maar goed, dat wil ik even aangeven. En je hebt dus aan de zuidzijde van Zanderij heb je Hollandkamp, waarover veel te doen is. Dat dorp genoemd. En die voert al jarenlang strijd om er bestaan. Maar ze willen het dorp weghalen om de luchthaven uit te breiden. Maar goed, dat zijn kleine detailinformaties die ik heb over de locatie waar men met de Amerikanen samen, de Nederlanders en de Amerikanen, hebben gepland om Zanderij op die locatie te houden. Dat heeft te maken met de actieradius van de U-boten van de Duitsers. En buiten dat gebied ligt Zanderij. En dan was Zanderij veilig om daar de Surinaamse luchtvaart van de grond te tillen in het belang van de aluminiumproductie, in het belang van de vliegtuigen die door de Amerikanen werden geproduceerd om Hitler te pareren. Surinamers bijdragen aan de strijd tegen de nazi's. Je praat over actieradius. Ja. En dat doet mij onwillekeurig denken aan wat je vaker aanhaalt in je programma, namelijk de laaggeletterden in Suriname. Ja, ja. Dat zijn de mensen, eigenlijk zo heb ik het geformuleerd, eigenlijk een tijd uitgedrukt hebben ze een actieradius van 1 of 2 seconden. Dat wil zeggen, het ene oor in, het andere oor uit, met als gevolg dat er wordt gestemd dat wij steeds weer eigenlijk met puinhazen te maken hebben, zo erg zelfs dat het heel lang geruineerd is. En dat komt eigenlijk in combinatie van de domme politici tegenover een actieradius van Surinamers, vanwege hun laaggeletterdheid, namelijk, hoe noemen ze het, dat ze verkeerd namelijk stemmen, met alle gevolgen van die, dat het land helemaal geruineerd is. En het belooft wel wat, hoor, bij de komende verkiezing, precies over 8 maanden, woensdag, is het 25 september, en dan over precies 8 maanden vinden de verkiezingen plaats. Als ze zullen plaatsvinden, ja, laten we dat zeggen, want mensen praten over een soort uitlokkend noodtoestand vanuit de leiding, want, hoe noemen ze het,
toppoliticus hier in Suriname, die we zoveel gratie hebben gegeven en ruimte hebben gegeven en eigenlijk hebben ondersteund als de president, ja, die voelt al aan dat hij onder een jaar gaat verliezen. Ja, dus er kan van alles en nog wat namelijk gebeuren, ook medegelet op de mensen uit India en Pakistan die allemaal komen en waarvan boze tongen beweren dat ze over een ID-kaart dan wel een paspoort kunnen beschikken. Ja, dat is ontegenzeggelijk zo. Er is veel gesjoemeld met het in- en uitgaande verkeer, menselijk verkeer in Suriname. En dat betekent in feite dat het is niet transparant hoe de Surinaamse bevolking is gegroeid. Ik heb begrepen dat er een volkstelling nu door president Santopi in werking is gesteld. En dus ik ben benieuwd wat die cijfers zullen uitwijzen. Want dan kunnen we kijken in welke mate de Surinaamse bevolking ten opzichte van de laatste volkstelling, de census, in welke mate we zijn gegroeid. En men moet kunnen aantonen hoe die groei is ontstaan. Dus de wetenschap kan je niet bedriegen. En dit is een punt. Je hebt het over die actieradius gehad. Maar dit is ook een punt dus. Dat we die wetenschap nodig hebben. Die kennis. Om die oplichters hier in Suriname te ontmaskeren. En daarom vind ik het fijn dat jij daar de nadruk op hebt gelegd. Daarmee kan je geen grappen maken. Je kan niet een halve moordenaar zijn. Of een beetje moordenaar. Hè? Of je kiris, maar dan ben je moordenaar. Of je bent alles zwanger. Ja. Dus een dief is ook een man als stilt die heel weinig. Hè? Maar hij is een man die stilt. Je kan niet zeggen, ik heb weinig gestolen, dus ik ben geen dief. Dat ik stil weinig. Ja. En dus het belang, ik probeer aan te geven het belang van wetenschap. Om dingen te ontmaskeren. En jij gaf aan zo net dat... dus er gesjoemeld wordt met het in- en uitgaande verkeer van Surinamers in Suriname. Wie is er nu in Suriname stemgerechtigd en wie niet? En kan je dat volgen allemaal? Je moet het kunnen volgen. Dat zegt de wetenschap. En als je het niet kan volgen, dan wordt voorop staan. En dat verdenken wij. We verdenken de president. En van, nogmaals, het is een verdenking. Ik ben heel zuiver in mijn uitdrukkingen. We verdenken de president ervan dat hij niet transparant is met betrekking tot het totaal aantal Surinamers dat straks naar die stembus mag gaan, want we hebben een nieuw stemsysteem waarbij one man, one vote geldt. Dus er wordt overal gefluisterd dat er gesjoemeld is en we hebben de minst opgeleide, dat wil niet zeggen de domste hoor, want dan worden ze weer boos op me. De minst opgeleide Surinamer die weinig opleiding heeft, ik neem die maar niet kwalijk. Maar als een piloot achter in een cockpit gaat zitten en een Boeing 747 gaat worden, zegt de lucht in te krijgen, ga ik niet in dat vliegtuig zitten. Want je weet 100% zeker dat jouw vadoom, jouw dede, jouw dede in een film. En daarom zeg ik, de komende verkiezingen gaan er dingen gebeuren dat de wetenschap gaat uitmaken waar die dieven zitten. Want ze denken, kijk, laat me het allemaal zo zeggen. Jullie hebben, weet je dat, een vriend van mij, hij is accountant. En die heeft me één ding geleerd. Als je wilt stelen, begint de diefstal bij kennis van wat je gaat stelen. Als je niet gestapt wil worden, dan moet je kennis hebben. En in Suriname gaan die mensen wel stelen, maar ze hebben geen kennis van waar ze bezig zijn. En daarom haal ik dat telkens het voorbeeld aan van Broto. Die man zit op een ministerie. Hij mag van Suriname mag hij beslissen over de volkstelling, sowieso, is binnenlandse zaken. Hij mag beslissen over de burgerregistratie. Dat is daar in de Kopenhamenstraat, dat is de Latmostraat, waar men mensen registreert. Dus dat je weet wie er gaat stemmen. Dan mag Brotto over beslissen. Brotto is de baas van de kustwacht. Brotto is de veiligheidsdienst. Zijn verplicht te rapporteren aan Brotto. Brotto, dus je zet iemand op een belangrijke post die het minst scholing heeft gekregen. Hij is laaggeletterd. Dat is het verwijt. En het verwijt is niet tegen Brotto als persoon. We wijzen op
de inconsistentie om mensen die het overzicht niet hebben, wat er in Suriname aan de hand is, op leidinggevende verantwoordelijke posten te zetten. Daar hebben we het over. En zonder aanzien des persoons zeggen we dat. En wat nog erger is, dat zijn vader ergens op het ministerie rondhuppelt. Dat gebeurt ook bij de minister van Volksgezondheid. Die heeft ook een vader die wat in de melk te brokkelen heeft. En dat voorbereidende werk voor het lobbywerk voor hem doet. Dat is Suriname. Waardoor niets in Suriname deugt. Ja, want je moet selecteren op grond van duidelijk vooraf samengestelde criteria. Moet je mensen uitkiezen die leiding krijgen in het land. Ja, en dat is even mijn aanvulling op de wetenschap die wij zo belangrijk vinden. Die je moet hebben om zuiver te kunnen beleid te kunnen maken en het te kunnen uitleggen wat je aan het doen bent. Dat wil ik even zeggen. Ja. Goed, je noemde Bronto, maar hij is niet de enige, want die man van Tertiano heeft er ook voor gezorgd dat er ook een Irakiet, of hoe dat mag heten, minister is geworden van luchtvaartzaken en communicatie. Dat was het ministerie waar die mevrouw toen Amagot zo gestolen had voor haar om de verjaardag namelijk te vieren. Ja. Hou me even ten goede. Ja, ze maken ruzie onderling. Ja. Ze maken ruzie van, heeft Amagot nou gestolen of niet gestolen? Dus Amagot zegt... Dus, had er niet gestolen, ze was corrupt. Ja, maar ik vind dat ding heel serieus. Kijk, ik heb die discussie gevolgd tussen Beck en Amagot. Tussen Bruinswijk en Amagot. En weet je hoe er wordt gedacht bij onze Surinaamse binnenlandbewoners? Nou, maar ik zoek allerlei mooie termen om die mensen niet te beledigen. Want je moet oppassen met generalisaties. Ik bedoel niet de binnenlandse bewoners te beledigen. Maar weet je hoe er wordt gedacht in die kringen? Maar Bruinswijk is dat een keer uitgelegd. Amagot. Wat is dat voor een mooie baga? En dan voor zegt luister, joh, ik wil een mooie baga. Dus min of voer. Dus ze denken dat diefstal kan je herroepen. Dat denken ze in het binnenland. Dus ik geef je dit voorbeeld om aan te tonen wat wij bedoelen met lage lettertijd. Je gaat vrommel denken. Je denkt van, ze zeggen even, ik heb gestolen, maar ik wil een mooie baga. Dus ik heb niet gestolen. En Amagot houdt vol dat ze niet gestolen heeft. Ja, maar nu zeg ik van, ik wil Amagot verdedigen. Nou advocaat van de duivel spelen. Maar waar ligt ook een fout? Nogmaals, ik ga me niet met die zaak bemoeien hoor. Maar ik wil alleen illustreren waartoe nageletterdheid leidt. Namelijk, Amagot, wat is gebeurd met Amagot eigenlijk? Is dat ze de kneepjes van de corruptie niet kende. Hoe je dingen moet toedekken. Zo zeggen we dat, hè. Dus tegen je voeren moet je weten waar men op gaat letten. Om jou te snappen dat je hebt gestolen. Dan moet je dat toedekken. En dat, ze was pas minister, ze was nog jong. Ze kon dat niet. En ik verdedig haar, maar om aan te geven hoe fout ze zat. Namelijk, zij zegt, ik heb adviezen gekregen voor de stal. Voordat ze ging dieven. In de staatskas heeft ze gevraagd op het ministerie. Mijn firma heeft iets van mijn leuk. Nou, wat ik doe. Je bestelt wat auto. Even naar een bon. En dan gaan ze je die kleintjes leren. En ze heeft toen zomaar. Heeft zij een aantal dingen uitgehaald. Rondom een verjaardag. Waarbij ze niet op een ordentelijke manier. Met het bonnenmateriaal. Die kasbewezen is omgegaan. Daar had ze geen ervaring mee. En toen is ze gestapt. En toen maar ze had een amoureuze, goede verhouding met meneer Bruinswijk. Die zegt, nou span, mij en Poerio uit de zaak. Dus ik ga het geld terugzetten. Alles waarvan ze je verdenken, schuif ik terug. Daar kunnen ze niet meer van verdenken. Dan ben je clean. En dit type denken is funest voor Suriname. Want niet alleen de barons doen dit. Het wordt ook gedaan in de VHP. Wordt er geknoeid met diploma's, er wordt geknoeid met opleidingen. En men denkt, als je snapt wat,
dan ga je naar het buitenland bij even weg. Zoals Paulus ook denkt, hij wordt gezocht als hij even gaat schuilen. Niemand weet waar hij is, maar wanneer straks die verkiezingen zijn, dan komt hij terug. Zo denkt ook de NDP. Ik bewijs dit door dit te zeggen dat die dingen op elkaar lijken. Je ziet wat het gevolg is van lage letterdheid. Je pakt die mensen langs alle kanten, bedrieg je de boel. Maar om terug te komen op mevrouw Amafo, de verjaardagcorruptie bij de verjaardag, dat is niet de enige geweest. Want daarna werd ze weer minister van Sociale Zaken onder Bouterse en toen verdween er 5 miljoen. Dat is ook na besproken en ze werd nog kwaad op Bouterse toen die het naar voren bracht. Dus als je zo kijkt, sommige mensen zijn gewoon met corrupte genen geboren in hun lichaam. Ze kunnen het niet helpen. Precies. En zoals die vriend van mijn uitlegger, die accountant, de man was accountant van Kersten. En die zegt, maar Ludwig, ik heb gezien waarom er in Suriname zoveel wordt gestolen. Men begrijpt de relatie niet van deskundigheid, transparantie en het gesnapt kunnen worden wanneer je het diefstal pleegt. We accountant in Colombo, die man kijkt helemaal niet. Die man kijkt naar die cijfers. Dat zit die man, wat is aan de kant? Die man krijgt een tientje per maand en die man koopt iets van 200 SRD. Maar waar heeft hij dat geld vandaan? Daar wijzen die cijfers uit. Dat was aan het team. En zo stap met een dief. En ik ga dat af verschillende keren uitleggen. En ik wil naar die verkiezingen gaan. Want al deze informatie breng ik in het kader van de verkiezingsstrijd in Suriname. Men vergelijkt politieke partijen. Men vergelijkt personen, politici. En wat je dus ziet, is dat vanwege de laaggeletterdheid van de Surinaamse bevolking in algemene zin, is het bedrog is heel groot. Je kunt die mensen makkelijk manipuleren. Met allerlei cadeautjes kan je gaan schermen. Maar de fout die men maakt met populisten, is dat men geringschattend praat over het populisme. Men zegt, die mannen zijn bedriegers. En daarmee uit en dan lacht men. Maar je moet dat heel serieus nemen. Tegenover populisme, het bespelen van de onderbuik van de Surinamers, staat alleen één ding. Je moet kennis hebben, je moet deskundigheid hebben en eerlijkheid en betrouwbaarheid. Dan ontmasker je elke bedrieger, elke dief. En dat was eigenlijk de politiek in de jaren 60 en daarvoor. Ja. In elk geval, er werd niet in die mate gestolen zoals het niet openlijk namelijk was gestolen. Maar iets wat wij ook niet kenden, er waren geschoolde mensen met ervaring, accountants, maar ook doktoren, die allemaal eigenlijk de ministers werden in Suriname. Vandaag op de dag bijvoorbeeld, je noemde Bronto, dat is die volgens mij niet deze lagere school afgemaakt. Met wat je zei tegenwoordig, kan je vanuit Miami kan je mensen laten komen, ze maken een diploma voor je. Heel wat van die diploma's zijn rond en je krijgt de hoogste waarde in de overheid. Terwijl de mensen met de juiste diploma's geen werk kunnen vinden. Precies, ze zoeken overal werk, maar ze krijgen het. Ze blijven buiten de boel. Ik noemde ook Irakit. Dat is een meneer waarvan mensen, wat weer vallen op die boze Thomas Leeds. Weet je, om je in te dekken, laat je weten. We hebben ook tegenwoordig rechters hier die niet eens weten welke lid wordt. Ze moeten ze beneden zelfs later namen. Ja. En waar de Wormers en de juridictie van Suriname verder gaat dan Wormers en dan Suriname zelf. Dus buiten de grenzen van. We denken bijvoorbeeld aan dat geval van Wormers en die meneer Van den Berg, waar ze wilden bepalen. Dat eigenlijk de man veroordeeld moest worden, de president kwam niet goed terecht. Hij pakte een advocaat die zelfs daar had gestudeerd, met zijn soliditeiten namelijk. Gelukkig, er wordt nog rechtbaar bedreven, recht is nog niet krom zoals in Suriname. En mijn persoon. Mijn persoon. Het was een pure, rancuneuze daad. Om jou zonder enige duidelijke aanleiding te laten boeten voor niets. Wat is er eigenlijk gebeurd?
de man die jou in discrediet willen brengen en jou voor de rechter heeft gesleept om een blazoen te plaatsen op je naam, die je zorgvuldig hebt opgebouwd in het bedrijfsleven en in de wetenschap, ja, kan een maloot, die kan door een rancuneuze daad, kan hij gewoon een smet leggen op jouw blazoen. Dan moet jij nu in de verdediging binnen gaan verdedigen. Want meneer heeft macht. En zo gaat men hier in Suriname met macht om. Dan gaan ze je nou treiteren. Ze gaan je laten zien dat zij bepalen als je in de bank belandt. Daarom maken ze niet aan Ramsharan. Van staar nu is het leven moeilijk. Als ze bepaalde dingen zegt in haar nieuwsrubrieken. Dan wordt de minister van OW, meneer Noor Mohamed, die wordt boos. Ja, en dan kon het hij allerlei, men noemt het kruistochten. Wij konden kruistochten aan dat hij niet aan Amsterdam gaat pakken. Dat is Surinaamse dorpspolitiek, dat voet eruit. Overigens, daar heb ik informatie bij de pas, maar je moet hier voorzichtig zijn met namen noemen. Want het is de president die bepaalt, niet de PG, maar de president die bepaalt wanneer dat je opgaat moet worden uit je net, omdat je mensen hebt beledigd. Zoals bijvoorbeeld het begrip dat ik ooit heb gebruikt, meneer, je gedraagt je als een narcist. Narcist werd plotseling een scheldwoord. En een of andere rechter, dat hij heet Sosonai. Sosonai heet die. De jongste heeft iemand me pas nog gezegd. Een man die niet eens weet welk lidwoord. Het is dat narcist. Het is dat jongen. Het is die meisje. Ik ken die dan. Trouwens, je weet wat voor opleidingen ze vaak heeft aan die universiteit. Iets wat tussen aanhalingstekens universiteit zou je kunnen weten. Namelijk krijgen. En dan krijg je met dit soort van rommel namelijk allemaal te maken op je dag. Met die verstande dat het je ook geld gaat kosten. Want je wordt veroordeeld. Je moet corrigeren. Maar dat is niet weinig geld ook wat je moet neertellen. Ja. Maar goed. Ik ga even door met de geweldige ministers van Suriname die we allemaal kennen. Irakit, dat is de minister van luchtvaart. Geen wonder dat een heer luchtvaart in zijn kost is, als we gaan kijken. En wie is de man? De man was schappenvuller bij een handelaar Filon. Dus wat gebeurde er? Sommo had gedacht, hij zou voor pakketten moeten zorgen. Dat zijn die pakketten die ze tegenwoordig het is in handen gekomen van ene meneer Dijksteen. Dus wat heeft hij toen gedaan? Hij heeft deze jongeman waarvan sommige mensen beweren dat hij een buitenkind van hem is, ik weet het niet, maar mij naar bijhoren collaboratie of zodanig. Ja. Heeft hij daar namelijk gezegd. Maar wat is er toen gebeurd? VAP heeft het naar zich toegetrokken en heeft het naar Dijksteen. Aardig wat geld namelijk maar. En deze jongeman, hij was behalve schappenvuller in een zaak, was hij ook werkzaam, heb ik begrepen, bij een casino aan de Weidestraat, waar hij met fiches bezig was wanneer mensen hadden getrokken. Dat soort van mensen worden namelijk minister. We hebben een minister bij Economische Zaken. Die vrouw heeft nooit en dan ook nooit zo uit die boze tongen ook beweren, want ik ga afvallen met deze tongen namelijk zeggen. Heeft ze de Kweek A, het laagste onderwijsniveau dat je kan halen, afgemaakt. Dus je komt eigenlijk niet eens van de Milo, je komt waarschijnlijk van LDGO, ILO. Je gaat naar Kweek A, je doet examen, je wordt afgewezen en een paar maanden later is je master. En dit heb ik namelijk gehoord van mensen van onderwijs zelf. Die haar zouden aanspreken, maar toen was ze verdwenen naar het ministerie van Arbeid. En van daaruit waarschijnlijk, weet ik niet, minister van Economische Zaken. Ik ben zelfs econoom. Jij weet hoe lastig de economie is. Het is niet alleen maar bla 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 bla. Ja, maar Guillermo, het laatste staaltje las ik in het Burkopondo gebied van meneer Mendelssohn. Oh ja. Ja, meneer Mendelssohn, die daar die circonsaris is of wat, ja, die zegt. Als hij wordt aangesproken over de cyanidevergiftiging, zegt hij van, ja, dat is niet zo erg, want toen ik bevoegd was om er wat aan te doen, was er al cyanide. Dus dat was niet maar zijn verdediging. Die cyanidevergiftiging van het Surinaamse water, drinkwater, valt wel mee, maar toen ik in dienst genomen werd, was er al cyanidevergiftiging. Dus ik heb het maar door laten gaan. Ja. Dus die Chinezen die komen gewoon aan bij die man en
kreeg een vergunning om in het drinkwater van Suriname te vervuilen. Dommer kan je niet hebben. Je hebt ook namelijk in Para gehad, vaak wordt er gesproken over een DC. Ja. Die vrouw was toneelspeelster bij een. Ik zou gewoon nog een dat ding namelijk heten. De mevrouw zit daar, ik heb begrepen, de man, de oma, de overgrootvader. Zij zijn waarschijnlijk zelfs mensen uit de gracht aan om namelijk ambtenaar te zijn. En wie schetst mijn verbazing, ook diezelfde man die massaal hier diploma's heeft verkocht in Suriname en eigenlijk dat heel systeem heeft ontwricht, in de war heeft gebracht. De man zit in Miami, ja. Die vrouw, dit, ik heb begrepen, ja, waarschijnlijk ook niet eens een lagere schoolfatsoen afgemaakt. Die vrouw studeert in Frankrijk, haalt een master in Frankrijk. Maar dat diploma moet gehaald worden in Dubai. In Dubai. Gekker kan je niet hebben. Dit soort van zaken waar we mee geconfronteerd. Dus daarom heb ik gezegd, meneer, er moet iets anders komen, want we gaan de penurie zijn. Daarom heb ik eigenlijk, ik bemoei niet meer met Rommelaar Rotzooi, wat ik erger en al oprichtte, maar ja, allerlei vreemde figuren die dachten ze komen daar zitten om eigenlijk bij oil en gas flink te kunnen gaan graaien. Ja, ik heb het maar gelaten, maar niemand aan corruptie, nee, kotsreisre. Maar natuurlijk is dat niet, weet je, nee, corruptie, nee, die kot ik moet opbakken. Dus vandaar dat ik in feite heb gezegd, als je goed gaat kijken, dan heb je de oude politiek, je hebt eigenlijk de nieuwe politiek en je hebt de kleine partijen tussendoor. Ja. En ik heb het toen verdeeld in de good, de bad en de ugly. Ja. Als je goed gaat kijken. Wie is de good? Ja, de good is wat ze op dit moment noemen, omdat ik zelf gebalanceerd. Je weet het nooit. Dus ik ga mijn handen niet in 4-7 voor wie daar ook. En om straks te komen zeggen, ja, maar Samson niet gebalanceerd hebben. Want zo had je ook een of andere corrupte figuur die DC is. En die voornamelijk Yami Balotelli. Ja, maar ik ben baloteer, wie zegt mij dat mensen geen dingen achter me vrouw dat ze ik heb het over die meneer namelijk die met die stembiljet had gerommeld, weet je. Ze slingerde waarin mis. Ja, ja, ja. Een kus die ver ligt, een ner ligt. Ja, een nerkus. Ik kan ook. Dommer dan dommer kan je niet meemaken. Corrupt dan corrupter. Ik heb een paar keer gevolgd. Ik heb gevolgd. Ik weet je, ik probeer die mensen die in de media de dingen komen uitleggen, ik probeer ze te begrijpen. Ja, begrijp je maar, niet hoor. Maar er valt niks te begrijpen. omdat ze die dingen uit hun duim zuigen en ze imponeren. Dus ik kan me iets herinneren. Vroeger, ik weet niet of het nog zo is, we werden in Suriname, als je voor je rijbewijs ging, dan moest je maquetten. Maar moest je dat nemen. Onder theorie. Waarom deed men dat? Omdat het percentage analfabeten was zo groot in Suriname, dat ze het oneerlijk vonden om die mensen een tekst met letters voor te houden, waaruit ze de opgave moesten stappen. Dat was een oneerlijke situatie, vond men. Dus men is die categorie die aanzienlijk was, die meer praktische mensen, die praktisch werk doen, is men tegemoet gekomen om in Suriname het theoretisch gedeelte van het rijexamen te doen met poppetjes en met autootjes, et cetera. En ik viel achterover van verbazing toen ik zag hoe het gebeurde. Ze hebben op een tafel een maquette nagebootst, dus en met wegen. En dan maakt men bijvoorbeeld een hele brede, belangrijke weg. Zeg maar, er staan in kleine letters erbij dat het ongeasfalteerd is. Ja? En toen had je nog die regel van dat verharde wegen voorrang genoten boven onverharde wegen. Dus je moest met dat soort dingen rekening houden. Er was een moeilijke kruising in het Surinaams verkeer op de hoek van de Van Netsiga-straat en de Keizerstraat. Waar een heleboel mensen zijn afgewezen. Waarom? Omdat die kruising daar een gelijke kruising is van ongelijke wegen.
Eén weg die dan naar die begraafplaats gaat, is ongeasfalteerd. Dat weet ik. Ja. Dus daar geldt die regel van linksverkeer gaat worden, geldt niet. Nou, dus, en dan heb je de mensen die uit die Keizerstraat komen, die komen op een T-kruising uit. Dus dan geldt dan de regel van de T-kruising. En er geldt dus die regel van de onverharde regel tegelijkertijd. Dus dan botsen de regels. En dan gingen ze die mensen daarom testen. De boel ging af daar. Je kunt het van aanvragen aan alle oude Surinamers. Die afgewezen zijn voor het theoretisch gedeelte. Ze werden afgewezen op de hoek van de Zigastraat en de Keizerstraat. En zo, dat heb je ook in alle landen hoor. Ik ken in Nederland ook. Ik ken de examens in de verschillende steden. Je hebt altijd van die pijnpunten waar mensen in de war komen, waar meerdere wegen bij elkaar komen met ongelijke regels. En dan word je daarop getoetst. Toen ik voor mijn rij-examen ging in Nederland, had ik een corrupte Nederlandse vrouw die mij zag. Ik heb mijn rijbewijs gehad bij een corrupte Nederlandse vrouw. Die vrouw zei iemand, Ludwig, luister even. Hier in Nederland is er geen rijboe, hè? Dus die vrouw, met alleen maar vooroordelen, maar ik zei, ik moet misschien zijn rijbewijs. Weet je wat die vrouw die me zegt? Luister, als de examendag daar is, dan loop je langs die grijze wagen, zie die wagen daar. En dan kijk je naar het nummerbord. En dan onthoud je hem goed. Want dan spreek ik met die examinator af dat hij moet vragen het nummer te lezen van die auto daar. Want vroeger moest je je ogen testen. Ik weet niet of het nu nog zo is. Dat ze een ogen test afnemen. En dat ging zo heel primitief. In Nederland heb ik mijn rijbewijs gehaald. Je moest gaan staan ergens en dan wees je auto aan. Dus, en welk nummer wordt die auto? En die vrouw was zo korrupt dat ze afsprak met een examinator van je moet die een grijze wagen aanduiden. Maar het komt er meer als je, ik dwar af, ik wil alleen aangeven dat, dus toen ik zag dat in Suriname maquetten werden gebruikt, waarbij men een hele piepkleine auto die je bijna niet kon zien en van vasthouden op die maquette. Maar die had een loeiende sirene. Weet je, dus men maakt allerlei dingen die in de praktijk niet voorkomen om die mensen de war te sturen. En toen kreeg je dus die corruptie in Suriname ook. Dat men elkaar ging bevoordelen bij die rij-examens. Je gaf die instructeur een toevoeg. Dan zou je dat geslagen voor theorie. Want iedereen ging af op theorie. Want auto praktisch rijden kan iedereen. Maar die theorie heeft te maken met je kennis, je onderwijs wat je hebt genoten. En daarom praat ik altijd over lage lettertijd. Maar die lage letteren niet. Die slaagden niet voor het examen. En daar werd toen corruptie toegepast. Maar dat is nu in Suriname veranderd uit. In elk geval, Ludwig en Guillermo op deze avond praten over corruptie. En mij bekruipt het gevoel alsof hij heel Suriname bijna eigenlijk corrupt is. Tegen de 100% als hij niet oppast. Helaas. Ik heb weinig evidentie om dit tegen te spreken. Er is heel wat niet goed loopt hier. Maar zeg ik, waar we positief in moeten blijven is, blijf zoeken naar verklaringen. Hoe komt het dat het zover is gekomen dat meneer Satoki erin geslaagd is om Suriname op een spoorwissel te zetten en van het land een Little India te maken? Wat is er aan de hand? Waarschijnlijk zat er al hoor, heeft de boel voor de gek gehouden. Vele mensen hebben met hem gewerkt. Laat me je één ding zeggen, Ludwig. Met geen bestaanen alleen was hij niet verder gekomen dan 8-9-7. Dus iedereen, men zag wat in hem, maar heeft de mensen goed voor de gek kunnen houden en tot de dag van vandaag met leugens en bedrog houden het hele volk. Dus het enige wat wij nu doen, ja, de mensen zeggen, hij moet weg. Ik zeg, laat hem maar een maand rustig uitzitten. We zullen zien bij de verkiezingen wat er uit de bus komt. Maar ik kan u wel één ding zeggen, als dingen verkeerd lopen, dat we echt Haiti, Venezuela worden. Dat gaat niet missen. En dan heel wat mensen hebben gezegd, Samson, ik kijk er nog even tegenaan. En daarna denk ik dat de mensen met al zijn 75 massaal gaan vertrekken. Want dit is onleefbaar. Met al die dode mensen, dode volwassen mensen, dode kinderen, oude mensen, mensen die niet te eten hebben. Hij heeft wat doorgedrukt
En is opa, misschien heb je het pas gehoord, de parastatale bedrijven gaan ge... hoe noemen ze het? Ze gaan ze privatiseren. Gaan en wie gaan het krijgen? De mensen die op Sartoki leven. Ja, ja, ja. En waren de mensen die op Sartoki leven? Want je hebt ook hele nette Hindustanen, goed geschoolde Hindustanen. Daar had ik geen enkel probleem. Ja? Maar het zijn meest eigenlijk dat geboefte en dat gediefte en die criminelen die om hem heen zitten op het kabinet, die gaan het krijgen, kijk maar. En dan ga je zien hoe de rest van de bevolking uitgebuit gaat worden. Daarom zeg ik, als bijvoorbeeld de VHP met Sartoki komt, de AVA, maar ook de NVS, want je weet wat mevrouw Levens heeft geflikt met onze kinderen om ze te vernietigen met doorstromen. En ze was de beste minister en ze beweert nog dat het goed is geweest, soms vraag je af, jongen, ze draden los in mensen in hoofd, naar Vetrecotti of naar Fusebrook. Ja, dat kan je namelijk afvragen. Hè. En natuurlijk niet te vergeten, die NDP met die mevrouw die president wil worden. Wat dat aangaat, haal ik nog een paar mensen, eerlijke mensen, het zijn juist die mensen die klagen maar heen. Luister, het is niet goed gegaan. Ik noem bijvoorbeeld de meneer Makufa, is wat op de radio. Die kan wijzen van, hé, de longe, no deci, de kom. En als je goed gaat kijken naar die NDP die nu gevormd is, het zijn alleen maar boeven en gediften die vrouw namelijk heeft geconcentreerd op zich. Ja, ja. De een is nog giftiger dan de ander. En Mako, die komt er vaak over en die praat er maar met een van de leiders. Maar je hebt misschien ook nog een Shang die zit rustig na de mensen. Of je hebt bijvoorbeeld. Je hebt een hele goede waarbijzorg. Je foundation. Een opkoming. Oh, ja. Ja. Maar mannen als Parmisser en zo moeten niks van je hebben. Je kent Parmisser wel wat zegt. Wat heeft uitgevreten namelijk bij academisch ziekenhuis. Ja, harde schijfverdwenen. Is de land die nog ingeschreven stond in Nederland als Nederlander. En wil de president worden. Dat is een goede donder. Dat bouwden ze verschrikkelijk kwaad op hem namelijk is geworden. Ja. Hij is gewoon gaan zitten in het parlement met een Nederlands paspoort en probeer dat president te worden. Ik ben grootste persoon dan de vicepresident. Toen zijn geworden. Daarna, vele mensen denken dat dit wat er hier plaatsvindt, en ik kan zeggen, het is een rommel van de broer namelijk van Prins Wijk. Merijan is de beste man op het gebied van elektriciteit. Dus, Leo Brunswijk, die weet, hij was eerst vliegenier, of hij bouwde vliegtuigen, die weet hij van stroom alles. Ja, ja. Dus dat soort van rare dingen, we hebben gezien wat er namelijk is gebeurd, op Albina. Maar het is Parmisser die eigenlijk die stot, eigenlijk dat ding zijn stot heeft gestopt met die hoge prijzen, toen hij geen minister meer was van OWFV. En we weten wat er daar allemaal is gebeurd, ook onder OWFV. Dus eigenlijk, bijna, sommige mensen zeggen boos aan zon, die boze tong. En veel lopen overal van, maar wat dat zijn, al die paspoort voor corruptie, abata. Als hij die voorgangers een
prominente positie heeft in de politiek, dat ze hun aandacht zullen meenemen bij de verkiezingen. En dat die mensen dan op de NDP gaan stemmen. Dat heeft het gebeten gewerkt. Toen, ja. Maar we zitten in een andere Suriname vandaag de dag. En daarom geef ik dit voorbeeld. Dat Musikawa is gaan slapen en vergeet dat Suriname is veranderd. En men ontmaskert hem nu, maar hij komt terug met het comeback. En ik vind, dus daarmee maakt de NDP als het ware, slapen de honden weer wakker. Namelijk daar waar men had geleerd van Meijer, Dominique Meijer, en zijn grote kerk, dat het niet werkte, gaat men nu met Musikawa in Syrië. Omdat men daarmee een interne strijd dacht te ontriegelen. Het strijd namelijk het verzet tegen Jens Simons als presidentskandidaat van de NDP. Dat is wel een ramp met de para-industrie en helikos en al die toestanden. En iemand belde me op, iemand vergeten op de rij daar aan de Gendila, waar een school is gezet. Een school waarvan men me zegt, ja, het was van de deel van Adek. Wat er allemaal namelijk van waar is. Maar aansluitend op datgene wat je zegt, daarom heb ik de afgelopen vrijdag ook gesteld en ik heb de luisteraars meegebracht. In mijn visie gaan kerk en staat niet samen. Die veel voor veel ellende in de geschiedenis gezorgd. En dus A20, je bedoelt A20. A20, ja. A20 en ja. Toegelopen. Maar heb je niet gezien dat Steve Mayer dat Rijmen is met dezelfde letter wordt geschreven? Oh, ja. Rijmen en Meijer zijn van hetzelfde dag als Bak. Je ziet, ja. Daar leer je daar nog wat. Maar om terug te komen, Steve. Maar om terug te komen, we waren begonnen met de luchtvaart. Dan ga ik toch even die sprong weer namelijk maken. Oh ja, en ik had u aan de mensen toen voorgehouden. En wat is de goed? Dus aanhalingstekens, wat moet dan? Bij de verkiezing en de nieuwe leeuw met meneer Mumbra daar, de nieuwe wind met John, ja, iemand zijn naam, even moeilijke naam, Wiesernaam van Nieuwara en Leefbaar Suriname met Vishnu daar, dat zijn nog meer. Komende week waarschijnlijk zit je er ook bij, vindt er nog zeker één gesprek namelijk plaats, ja. En er is een adagium in ervangen, wat, roos. Oké. Dat was een hele bekende. Ja. Het is toevallig zo. Mensen die op elkaar lijken, zoeken elkaar op. Dat is niet helemaal. Maar we hebben wel een probleem. En dat is dus het racisme. Ja. En de etniciteit. Hè? Dat blijft een probleem. Nederland heeft hier een apartheid. Een segregatiepolitiek ingevoerd. Tijdens het Nederlands kolonialisme. Heeft men de bevolkingsgroepen tegen elkaar aangezet. En dat speelt nog steeds een rol in Suriname. En dat wil zeggen, je moet er een antwoord op vinden. En in mijn denken zie ik het zo, dat je met een ideologie, met een raamwerk waarbinnen je denkt, met een nieuw denken, kan je die etnische tegenstellingen in Suriname overbruggen. Want we zijn een ziek volk wat dat betreft. We kijken naar iemands haarkleur, naar iemands huidskleur, voordat we beginnen te denken van wat die persoon kan. En hoe we die persoon kunnen inzetten voor het land. En dat komt helemaal niet aan de orde. In elk geval, jij bent met de KLM gekomen, vlotte, ja. Etcetera. De afgelopen week hebben we met Poolse SLM-passagiers te maken gehad door de forse vertraging vanuit Amsterdam. Ze waren gekomen. Alles wat namelijk voortaan gaat de laatste tijd volgt bij de SLM. Er is enorm veel geld ingestopt. Ik heb het en men heeft het geld van andere parastatale bedrijven geloof ik. Want je wist net op die privatisering. Maar een van de nadelen van wat die onbezonnenheid van die huidige regering betreft met die privatisering is dat men de parastatale bedrijven die het goed doen plundert men de kas om dat geld te schuiven naar parasitaire bedrijven die het slecht doen. Dus men pakt daarom het geld van staatsolie om het in andere sectoren te stoppen. En Grasalgo is nu op de agenda dat we moeten kijken wat daar gebeurt
die directeur heeft het al menigmaal naar voren gebracht, dat men het geld van Grasalco gebruikt om de SLM in leven te houden. Terwijl de SLM al lang failliet is. En we moeten gaan kijken wie is met dat geld van Grasalco dat is gestopt in de SLM ervan doorgegaan. Maar je ziet in Suriname, men zegt dingen. Ik weet niet dat de president zelf erachter heeft gestaan dat het geld wordt vrijgemaakt. Ja, ik zag daarvoor hebben we allerlei rare ogen zien gehad. Van mijn vriend Sendo, hoe noemt hij ze? Die ons voor de dias. Dus een heleboel ons voor de dias hier van dias voor. En ze hebben geld gemaakt. Eén was bij de SLM, ook een mevrouw. Die ook in Rotterdam. Zit in Rotterdam, maar ook een mevrouw. Mevrouw Jesseren, dacht ik. Mevrouw Jesseren is gevlucht met meneer Daas of iemand daar. Ik heb begrepen, ze zit ondergedoken ergens. Ja. Ze zit bij buitenlandse zaken, dat kan allemaal. Meneer Daan heeft echt goede studie gedaan van de SLM samen met mevrouw Jesseren. Na 12 uur s'nachts nog op het kantoor zitten. Dat zijn die berichten die ik heb gelezen. In de Surinaamse pers. Onderzoek, diepgaand onderzoek. Diepgaand onderzoek gedaan. En wat is er eigenlijk misgekomen? Maar goed. Ik heb het over de vlucht PY993 vanuit Amsterdam naar Suriname. Van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, de SLM's, die gepland was afgelopen woensdag, heeft Schiphol uiteindelijk niet verlaten op die dag. De bedoeling was dat het vliegtuig pas donderdag, dus de dag daarop, om 5 uur in de 's middags eigenlijk, en dan heb ik het over Nederlandse tijd, wel te verstaan zou vertrekken, ofwel met een vertraging van ruim 30 uur. Ja, en weet je dat die maatschappij, die Belgen, waarvan Suriname voor de SLM vliegtuigen leasde, dat die maatschappij op sterven na dood is, is een maatschappij die ook moet stoppen. Volgens de Europese normen zitten ze tot over hun oren in de schulden. Oh ja, en Air België is het, ja. Dus, en dus men gaat shoppen bij verlieslatende bedrijven, dus het is één warboel, een janboel, zeg men, van slechte besluiten, slechte beslissingen. En de SLM is niet bitter. Ik zou, dat heb ik al vaker gezegd, dat heb ik niet gezegd, dat heb ik luchtvaartdeskunde van mij geadviseerd. Ze zeggen, oké, met zo'n bedrijf, we kennen de sterfhuisconstructie, je moet eigenlijk naar zo'n bedrijf, dat kapot is al, in de zoveelste graad, moet je niet meer sleutelen. Je verliest al je staatsgelden aan de SLM. Wat we gedaan moeten worden, Suriname, in geval Suriname een luchtvaart wil hebben, moet een nieuwe staatsmaatschappij oprichten, gewoon een nieuwe. En die moet lopen aan de leiband. Dat is geprivatiseerd hoor, want ik net de politiek in de luchtvaart. Nee, politiek is een scheiden van de luchtvaart, daar ben ik helemaal mee eens. Politiek is een aviatiek, noem maar dat. Dus je moet verstand hebben van luchtvaartpolitiek. Luchtvaartpolitiek is iets heel anders. En het komt erop neer, in Suriname, gaat bij in op de luchtvaart van de internationale situatie. In de regio om daar niet te beginnen. Weet je hoe vaak grote Braziliaanse maatschappijen op het punt stonden in Suriname samen te gaan werken met de SLM? Maar het werd altijd afgeketst omdat ze zagen dat de SLM corrupt was. Zal ik je een verhaal vertellen? Het was Golf, ja. Ja, Golf, ja. In Brazilië. Ja. Jaren geleden, dus in 85, als ik het was, 88, maar 87 is het vliegtuig toen neergestort. En Atamundra was de directeur. En dat ook verrommeld met allerlei onbevoegde figuriers, weet je. Ja. En ik zag het eigenlijk aankomen, hoor. Niet dat ik een voorziene geest heb, maar weet je hoe ik dat ding noemde? Ik noemde die kisten vliegende lijnkisten. Helaas, het is gebeurd. Ja. Mensen die mij nog kennen weten hoe ik soms de keer ging daarvan. Je kan niet op tijd vertrekken. Mensen die eigenlijk naast de baan namelijk parkeerden. Er zijn heel wat mensen die namelijk hebben. Derby, die was toen, hoe noemen ze het? Derby was vakbondsman binnen de SLM. En die man Mundra die allerlei rare dingen uithaalde. Ik heb begrepen zelfs
een reisbureau, nee, het is geen reisbureau, arbeidsbureau, in Miami had. Ja. Hier, daar liet de man gewoon de hand over het hoofd, terwijl die man al lang eruit had. Daar hadden we die 100, bijna 200 doden niet gehad. Maar ja, men luistert hier naar mensen, men zenden, men weet. Maar door die corruptie is dat vliegtuig ook net gestopt. Ja, we moeten oppassen. Dat het straks weer gaat gebeuren. Ja, weet u. Dat we herhaling krijgen van de geschiedenis. Maar onze goede Suriname. Natuurlijk, ja. In elk geval, het werd een vertraging van ruim 30 uur. En die nieuwe vertrektijd is toen, dacht ik, 7 uur 's avonds geworden. En dat heeft natuurlijk geleid tot woedende reacties bij passagiers. Wiens reisschema behoorlijk toen in de war is geschopt. Ja. De FLM, als ik mij vraag, moet op de route Amsterdam-Paramaribo, ja, niet als ik mij vraag, het is namelijk zo, ja, noodgedwongen gebruik maken van maatschappijen die wel kiesdiensten aanbieden. Dus dat is eigenlijk niets anders dan toestellen met bemanning. Dat noemen mensen wel lease. Andere opties zijn er op dit moment niet, omdat de nationale carrier vanwege haar slechte financiële situatie en natuurlijk die beroerde vooruitzichten niet in slaagt voor langere tijd een toestel te dry-leasen. En dry-leasen is niks anders waarbij eigen crew van de SLM ingezet kan worden. Het zijn allemaal vreemde mensen die op de kisten zijn, met heel vreemd eten, die de passagiers ook niet begrijpen, soms hele vreemde taalvragen. Ik heb vandaag, maar het gaat ook voor de KLM hoor. Ja, okay. Ik heb vandaag een maaltijd genuttigd in het vliegtuig van de KLM. En het was een soort kunstmatig rijst. Rijst hebben ze gemaakt van die stof waarmee ze ook macaroni maken en spaghetti. Hebben ze rijstkorrels nagemaakt. En het heette dan rijst met kip. Kreeg je dan maar één fantasie maaltijd met courgetten erdoorheen. En ik zeg nee, hiermee beledig je Suriname. We staan bekend als een land met een enorme rijke keuken. Het is een onderdeel van ons toerisme. Dat als je lekker wil eten, moet je naar Suriname gaan. En dan komt het KLM met dat soort maaltijden. En we kregen een maaltijd. En ergens, voordat je ging landen, kreeg je nog een pasteitje. Noemen ze het die vleesbroodje zo. Ja, maar je bent goed aangekomen, want je hebt geen buik krabben gehad. Nou, maar afkloppen. Ik moet nog straks gaan slapen. Oké. Maar in elk geval, de mensen waren zo boos. Een passagier was zo boos zelfs dat hij zei, ik ga zeker een claim indienen bij de SLM. En de volgende keer vlieg ik toch echt niet met de SLM. Ik vlieg echt met de KLM. Ook al is dat stukken duurder. Zo erg was het de afgelopen dagen daar op Schiphol. En laten we een luchtvaartmaatschappij opbouwen van de grond af aan. En ik begin met die kleine afstanden die je vanuit Zorg en Hoop kunt doen. Er is heel wat te doen om Zorg en Hoop vliegvelden te verbeteren. Die zesta's enzovoorts. Laten we dat soort dingen goed aanpakken. Voordat we aan het vroeger werken. Trouwens, een particulier zorg is bij Paramaribo, bij de opening van een of andere tent, namelijk aan de ringweg, ja. Zou eigenlijk nog een heliport. Namelijk. Dus Jumair is daarmee bezig. En heeft ook succes. Nee, een andere. Een meneer die eigenlijk een zaak heeft geopend, een particulier, en de president van de prachtig. Wat het is, een voorstel rapport. Ja, ga je gang maar. Dat werd namelijk verteld. Maar om terug te komen op die passagier, die zei, ik ga met de KLM vliegen. En jij hebt het een paar keer zo'n beetje aangehaald met de KLM namelijk al gevraagd. Als je het mij vraagt, het is een dure optie die alles behalve winstgevend is voor de SLM. Ja. Maar men heeft geen andere keus. De maatschappij heeft in de afgelopen maanden gebruik gemaakt van zeker, schrik niet, 10 verschillende maatschappijen. Overigens moet ik je zeggen met wisselend succes, want er zijn heel wat annuleringen en vertragingen geweest, wat het besmeukte imago van de SLM verder naar beneden heeft gehaald. Ook met de vlucht van afgelopen woensdag, die werd uitgevoerd door de in 2020 opgerichte, dat ding heet Universal Sky Carrier, uit Duitsland, ging het weer mis, heb ik begrepen.
vrij ontrustend was. Die Airbus, die van de grootste, las ik namelijk, het is de Airbus A340, 346, die om, zeg, 10:50 moest vertrekken, was in eerste instantie vertraagd. Daar weer, ja. Uiteindelijk kregen de passagiers na uren in onzekerheid te hebben gezeten, te horen dat het toestel een technisch mankement had. En pas eigenlijk op het moment van vertrek om, zeg, 10:50 zou vertrekken. Ja. In elk geval, de SLM meldde ook dat vertrek eigenlijk is toen uitgesteld en wel tot 4:00 in de middag. Uiteindelijk lichtte het vliegtuig pas om 5:00, namelijk de wielen van Schiphol en alles. Het is waarschijnlijk goed gegaan. Ja. Ze kwamen zo tegen 9:00 s'avonds, wat een tijd, Surinaamse tijd, op Sanderij aan. Die passagiers, moet je begrijpen, zijn uiteraard niet blij geweest met deze lange vertraging. Het is geen pretje, het is bijna verschrikkelijk. En iemand zei, ik dacht even voor een weekje naar Suriname te gaan voor familiebezoek. Ook omdat mijn oma vorige maand is overleden. Het is wel erg hoor. Wat zei namelijk een passagier. Het is al kort, maar ik kon niet langer vrij krijgen van mijn werk. Maar nu had ze uiteindelijk nog geen 5 dagen over. En dat is niets geworden als je het mij vraagt. Ze gaat zo ook een claim indienen bij de SLM. En de volgende keer heeft ze gezegd, gaat ze toch maar met de KLM vliegen. Dus volgens mij... einde SLM, als dit soort van... Ja. Ik zit niet zitten. Nou, ik vind sowieso Suriname hoeft geen eigen luchtvaart te hebben. Er zijn heel wat landen die gebruik kunnen maken van de luchtvaart en geen eigen luchtvaart hebben. We kunnen een luchtvaart hebben als we er aan toe zijn. Als we die hele infrastructuur die voor die luchtvaart van nodig is... Als we dat hebben opgebouwd, kunnen we internationaal gaan denken. Ja. Maar voorlopig laten wij proberen bij het begin te beginnen. Door ervoor te zorgen dat het luchtruim van Suriname beheerd en beheerst wordt door Surinaamse bedrijven in de luchtvaart. En begin bij die kleine bedrijven. En men heeft een mooi woord ervoor, local content. Oh ja. Local content is het begin van de oliesector. Een of andere grappenmaker daarbij, staatsolie. Ja. Dat is geen jarra. Dat is echt geen jarra. Dat is ook niet die andere manier. Die na hem namelijk volgen. Alles wordt gedaan in dienst van de president. Ja. Het is zelfs zo erg dat opleidingen, mijnbouwopleidingen, olieopleidingen, die werden gefinancierd. Door, ik was vergeten hoe die meneer heet. Hij is ook een Surinamer, heeft ook gewerkt aan de bouw van de brug. Ja. Er werd enorm in jong talent geïnvesteerd. Ze hebben hele goede mensen namelijk, maar tegenwoordig gebeurt het niet. Maar er wordt geld geleverd dat eigenlijk geheime rekening blijkt te zijn. En waarvan ik heb begrepen, een deel zelfs verloren is gedaan bij dat bedrijf in Rotterdam. Surichains, van meneer Chantiger Bassat. Ja. Die is hier. Maar om terug te komen op de SLM, als je het mij vraagt, zou je bijna de conclusie trekken dat amateurisme ook tijd viert bij de SLM. Ja. Ja. En mensen beweren zelfs dat de directeur van de SLM, ja, heeft er zelf schijnbaar ook niet veel vertrouwen meer in dat die maatschappij ooit nog overeind krabbelt en in de groene cijfers komt. En dat zegt men, het feit alleen dat hij vorige maand tijdens de zoveelste bespreking met de president Sandrika zei dat hij denkt dat er mooie ontwikkelingen voor ons liggen. Er liggen mooie ontwikkelingen voor de SLM. En dat er betere resultaten in de komende periode kunnen worden verwacht, getuigen van een amateuristische opstelling waarmee de maatschappij geen stap verder zal komen. Oké, ik denk dat we zijn gekomen aan het einde. Ik
even kijken. We gaan nu de verbinding maken met Amsterdam. En daar zit Iwan Botsen. Iwan, ben je er nog? Nou, ik hoor Iwan niet. Hij is waarschijnlijk gaan lopen. Even verder. En dan gaan we dan even door. Dan hopen we dat Iwan er komt. Maar hierna maak ik er wel een einde. Want we moeten aan de innerlijke mens ook gaan denken. Ja, zie je dat. Naar die spakketje van de KLM. Naar die spakketje van de KLM. Met kunstreis. We gaan iets Grieks opzoeken, of we gaan iets Koreaans opzoeken, of iets Chinees opzoeken. In Suriname zeggen we, Juliana is bezig de luisteraars te spinkien. Nou, even de SLM hoor, kan ik je zeggen, doet nu sinds enkele weken niet de SLM vanwege onvoorziene omstandigheden. Het vrachtvervoer vanuit Miami tijdelijk stopgezet. En het gaat over het transport van goederen vanuit de Verenigde Staten, dat de maatschappij met een ingehuurd toestel, een lease toestel van een Amerikaanse luchtvaartmaatschappij liet uitvoeren. De SLM heeft slechts een administratieve verantwoordelijkheid, ofwel ze moet aan haar financiële verplichtingen voldoen en haar verleid wel wat onvoldoende gedaan. Vaker overal hebben we een slechte naam. Ja, vaker is die kist aan de ketting gelegd. Eén keer. Maar we gaan afsluiten. Ja. Want hoe noemen ze het? De mensen die wachten op ons elders en de innerlijke mens die begint ook te spetteren en een beetje lastig te doen. In elk geval de groeten daaraan, meneer Iwan Botsen, ook van jou uit, want we gaan de tent nu verlaten. Het is aardig laat geworden. Ik ben de volgende keer weer woensdag te beluisteren. Ik moet het met Iwan nog even afstellen hoe we dat gaan aanpakken. Maar ik heb de luisteraars beloofd dat mijn programma in ieder geval, zoals ik dat deed op de maandagochtend, dus nu, en op de woensdagochtend, dat programma gewoon doorgaat vanuit Suriname. En iemand, vrijdag was ook jouw programma. Ik kreeg het toebedeeld van Iwan. Maar als je er vrijdag bent en je vriend, dan ben je welkom. Wat dit van je leuk. Ja, ja. Spontaan. Dit was een vreselijk leuk. Ik hoop dat de luisteraars ook van hebben genoten. Ja. Maar vooral hebben geleerd. Dat gaat om. Analyseer en neem de Surinamer serieus. Denk niet dat het zomaar is wat er allemaal gebeurt. Alles heeft een oorzaak. En willen we veranderingen brengen in Suriname, dan moet je analyseren waarom dingen fout gaan, of dat wij diezelfde fouten niet meer maken in de toekomst. En daarom werken wij aan een nieuwe politiek. Ja, die nieuwe politiek, dat hebben we zo'n beetje gezegd, verteld. Daar zit de nieuwe leeuw in, de nieuwe wind zit erin. Wie is er naam? En een leefbaar Suriname, er komt nog één of twee komen erbij. Dat is de nieuwe politiek. De good, de bad, die kennen we wel. Ja. Die zit er nu aan de macht, plus nog één. Zat al aan de macht 10 jaren. En probeert nu weer aan de macht, de bad en de ugly sporty, maar dat zijn de kleine politieke partijen. Zijn niet weg te slaan, waarvan anderen, die van die kleine partijen, nog corrupt zo zijn. Ja, dat hebben we pas meegemaakt. Ze denken dat men ze niet door heeft. Ja, ze zitten gewoon te wachten op oil en gas om in slag te komen slaan. Dus de mensen begrijpen wel waarom ik die niet meer betrokken ben bij andere politieke partijen waar ik al mee betrokken was. Ik blijf er ver vanaf. Ik heb u gezegd, met Samson dan wel met Ludwig van Milieu te maken hebben, ja, is het allemaal non-corruptie. Geen corruptie. De betrouwbare Surinamer bestaat. Ja. We willen ons doen geloven dat die niet bestaat, maar die bestaat. En die gaan we nu verzamelen. Dat er toch wel met betrouwbare mensen op weer gaan rekenen. Die eerlijk zijn in hun handelen, dat je iets kan bereiken. En daarom denk ik dat er een leuke toekomst op ons wacht. Ja. Als wij de bevolking zo ver krijgen dat ze deze boodschap van ons begrijpen.
overigens, Ludwig en ik zijn zo ons met corruptie weer lang. Ik heb misschien ook een vervelend gedrag. Ik ben ook een klokkenluider. Ja, ik heb de mensen beloofd door 2-3 weken voor de verkiezingen. Met naam en toenaam ga ik die corrupte lingen ontkleden in dit programma. En dat is met Suriname verleerd. Hè? Dus je mag niet meer praten over dingen die plaatsvinden. Men weet je, moet zwijgen. Want morgen kan je die man nodig hebben. Ja. En dat is het verkeerde denken waar wij stelling hebben moeten nemen. Waardoor de problemen zijn ontstaan in de RNA. Trouwens, ik heb ook de mensen gewezen om die aardappelpiezen niet te stemmen. Ik heb begrepen, meer dan 150.000 dingen zijn land gegaan in de wereld. Ja. Dus de mensen weten het. Ja. Rotter heeft er een groot zootje van gemaakt van die hele administratie van de Surinaamse bevolking. Dus we kunnen niet veel verwachten. Overigens, waarvoor is Ludwig hier? Ludwig gaat het hele land doortrekken. En Ludwig gaat u wijzen om goed te stemmen. Omdat zo hij mij, zoals we vaker hebben gesproken, als dit misgaat, kunnen we onze biezen pakken in Suriname. Wij eerlijke mensen en verdwijnen. Want die corruptelingen zitten overal. Het zijn net kankergezwellen. Ik heb het pas nog meegemaakt, ik kan je zeggen, het gaat niet in je koude kleren namelijk zitten, vooral waar je mensen hebt gezegd, nee, we komen met iets nieuws, het is niet corrupt, et cetera. En de mensen hebben vaak gezegd, maar Samson, ik steun het, maar ik steun jou. Vaak genoeg, de mensen blijven me bellen, hé, hoe zit het? Ik zeg, hé, vertrek daar snel vandaan hoor, want dat zit er, en is meer boom, hij ding niet. Precies, wat ik maar aan je programma zo ga uitleggen, dat is... Dat overal ter wereld, in de politiek, vinden er veranderingen plaats. Er vinden fusies plaats. Stromingen die bij elkaar komen. Stromingen die uit elkaar gaan, uit elkaar groeien. Er komen nieuwe inzichten die je moet verwerken. De techniek, de wetenschap gaat vooruit. Komt met nieuwe inzichten. Moet je ook verwerken in je werkmethode. Dus je moet op veranderingen voorbereid zijn. En dat gaan we in Suriname proberen aan te geven dat ook mogelijk is in Suriname. Als je kijkt naar die oude politiek, wat is die oude politiek? Dat zijn van die vastgeroeste politieke ideeën dat het alleen maar bijvoorbeeld de NPS is, of alleen maar de VAP, die iets zou kunnen betekenen. Maar we hebben het nou te maken met de moderne jeugd, de jongeren, die zijn heel flexibel, staan open. Je ziet de sociale media draaien, omdat die jongeren, die zijn sociaal ingesteld, sociologisch, zeg men, dat ze horizontale organisatiestructuren ontwikkelen. Ze maken netwerken van clusters van groepen. Dat is een nieuwe methode van bij elkaar samen dingen te doen. En als je vast blijft zitten, ja, ik hoor mensen zeggen, wie aan de NDP, wie naar protest. Dan denkt de mensen met zo'n aanplomp, alsof het een geleerdheid, het klinkt als een geleerdheid. Maar het domste wat je kan zeggen, want je zegt je verandert dus niet. Je moet rekening mee houden dat politieke partijen in elkaar kunnen overgaan. En daar ga ik voorbeelden van geven. En dat staat Suriname te wachten. Om met één voorbeeld te eindigen. In Nederland heb je, ik heb het alleen maar over die organisatiestructuur. Zie je dat Wilders de verkiezingen heeft gewonnen. Een ultra-rechtse partij overigens. Maar als je kijkt wat er gebeurt in Iran, dan zie je dat de man gewoon heeft gezegd, ik heb geen partij. Die partij van de PVV is alleen Wilders. Dat is nu nieuw trend. Zie je in Amerika ook Trump de mensen beïnvloeden door als één man met een aantal slogans te komen. Ik zeg niet dat het goed is. Maar het is een trend in de wereld om je anders te organiseren. Overigens, voordat je doorgaat, want we gaan het nu echt moeten beëindigen. Het stomste wat ik namelijk heb gehoord. Mannen hebben het altijd slecht gedaan, dus een vrouw moet het worden. Het gaat niet om of die vrouw kennis heeft en het zou aan kunnen en kunde heeft, et cetera. Maar vrouwen zijn zo boos geworden.
Maar wat voor rommel? De man heeft het fout gedaan, dus het moet een vrouw worden. Ja. En dan doet het me onwillekeurig denken aan die laaggeletterdheid waarover je het steeds is. Ja, ja. Want kijk, maar het is wel een voorbeeld dat toen de VAP aan de macht kwam, bij de laatste verkiezingen, wat die zijn verkeerd geworden, toen ik ook een foute stelling gebruikt van te zeggen dat het nog tijd werd dat de VAP of dat er in staan weer aan de macht kwam, dat er in staan. Als je zo denkt, ga je ook zo kapot. Onder gezegd, ja. Betwijfel het niet, want Santokki heeft het heel, hoe noemen ze het, vervelend gemaakt, slecht gedaan. Maar ook de Hindustan in een moeilijk parket gebracht. Waardoor ik twijfel hoor werkelijk of het niet zo zal zijn wat Lachman ooit heeft gezegd aan Hindustan, wat hij president van dit land worden. Dat het heel lang gaat duren, misschien 50 jaar, 100 jaar, want die schade, die rommel, die ravage die deze man met zijn partijen die meeregeren, met Bronto, met Brunswijk, verschrikkelijk veel schade. En dit is in geen tientallen jaren fatsoenlijk op te lossen. Dus vandaar dat er echt iets nieuws moet komen en hoe noemen ze het, ik denk het wel dat vanuit de nieuwe politiek, wel een Hindustan zou kunnen, want er lopen daar een hele goed, briljante, eerlijke jongens namelijk rond. Dus het hoeft niet zo te zijn, maar je weet hoe de Surinamer denkt, je weet hoe de Creool denkt. De mensen zijn verbitterd als je met ze praat wat deze man ze heeft aangedaan. Honger te laten lijden, hun kinderen dood te laten gaan, geen medicijnen, noem maar op. En het is niet een wrok tegen Santokki, maar alles dat ook op Santokki ligt. Dus niet alleen op Santokki, maar alles op Santokki. Ja. Wat natuurlijk ook niet de bedoeling kan zijn, want ik blijf steeds zeggen, er zijn ook hele goede, nette, goed geschoonde, nette in de staan. Ik kan goed met ze opschieten, ze doen het heel goed. Ja, ik ben altijd anders. Ik heb het altijd anders benaderd. Ik zeg, ik ga de historie, ik ga altijd de geschiedenis erbij. Ik heb gezegd, er is nooit een concurrentie geweest tussen de Hindustan en de overige etnische groepen in Suriname. Ze hebben altijd een voorsprong gehad. En de kolonisator Nederland heeft belet dat die voorsprong van de Indiërs, die uit Britse Indië kwamen in Suriname, dat die is geïntegreerd in Suriname, waardoor we een sprong vooruit hadden kunnen maken in de slavernij, na de slavernij. En dat heeft men tegengewerkt. Dus er is nooit een tegenstelling tussen Hindustan en Creool geweest. En ik zeg het om de eenvoudige reden dat die ex-slaven, de voormalige slaafgemaakten, die kennen het begrip eigendom niet. Het begrip bezit kenden ze niet. Ze kenden zelfstandige woningen, kenden ze niet. Ze deden niet mee aan die geldeconomie, kenden ze niet. Dus dan kan je toch niet zeggen dat een volk dat wordt geïmporteerd in 1873, dat eeuwenlang het begin van het kapitalistische systeem zichzelf heeft eigen gemaakt. Weet wat landbouw is, weet hoe ze geld moeten verdienen, et cetera. Breng je in een land met indianen die naar de bossen zijn gevlucht omdat ze mensen willen roosteren allemaal, willen vermoorden, en weggevluchte Afrikanen die niet in slavernij wilden worden gebracht. En dus die nul ontwikkeling hadden, dat is geen vergelijking. En dus om te zeggen, die synthese heeft niet plaats gehad. Als die twee groepen bij elkaar waren gekomen, eentje moeten profiteren ervan. En dat zijn dus de Afrikanen die zo hebben geleerd van de verder ontwikkelde Hindustanen. Die zijn geïmporteerd. Jan Pronk heeft in zijn boek, heeft hij dat genoemd, de Remplaçanten. De Remplaçanten, dat zijn die Indiërs die geacht werden die slavernijarbeid om te vervallen. Ja. En dus dat is misgegaan. En men is toen die tegenstellingen tussen die groepen gaan misbruiken door ze tegen elkaar aan te zetten bij de verkiezingen. Als er een verkiezing komt, worden ze overal weer uitgescholden. En je ziet het nu in Suriname. Alle vuile was hangt nu buiten. En men gooit met modder naar elkaar. En we kunnen straks door de boom het bos niet meer zien. Ik zei je één, ik heb geen enkel probleem met hem bestaan. Hè. In tegendeel, ze dragen mee verschrikkelijk goed.
ook vanwege het werk wat ik doe, et cetera. Maar je ziet het daarbuiten. We kenden het niet, dat racisme. Het is geïntroduceerd door Chan. En we hopen dat die nieuwe politiek, dat zaakje straks overneemt, laten de mensen goed gaan stemmen, dat we weer als een eenheid. Jij, dat de mensen weer over hun feest komen, een beetje, en je ziet ze als broederlijk langs elkaar lopen, als de ene probleem heeft de andere. Maar die haat is nu groot, dankzij Chan. Hij heeft het keihard namelijk alleen maar om aan de macht te komen. En het ging bij de man niet om om Suriname tot ontwikkeling te brengen. Hij had andere gedachten daarachter. En dat is misgelopen. En vandaag op de dag zit heel Suriname met de gebakken peren. Ja. Namens Ludwig groet ik u. En tot de volgende keer. Dan heeft u Ludwig op de woensdag. Ja.